Een Surinaamse delegatie gaat van 7 tot en met 11 april naar Barbados om te praten over agrarische samenwerking. Het gaat om de ministers Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, Armand Gijbersing van Financiën en Planning en Prahalad Seodin van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Ook vertegenwoordigers van de private sector zullen meereizen, zoals directeur van FAI, Parmila Bisumbar. Momenteel exporteert FAI per week enkele containers bakoven naar Barbados. Het is gebleken dat FAI in het kader van haar diversificatieprogramma ook nadere gesprekken voert met zowel potentiële importeurs als diverse instituten in het kader van fytosanitaire en douaneregels. Daarnaast gaat Diego Rodriguez mee als vertegenwoordiger van diverse landbouworganisaties. Rodriguez is naast landbouwer en exporteur ook vertegenwoordiger van landbouwcoöperatie Quata, Duurzaam Weg naar Zee, Association of Exporters of Fruits and Vegetables in Suriname, VEAPS, de veesector en de Federatie van Surinaamse Agrariërs, FSA.